Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, ja, hartelijk welkom in deze eerste dienst op deze zondag. Als iedereen een plekje kan vinden, gaan we lekker beginnen. En we hebben er zin in, hebben jullie er ook zin in? Ja, hè? Ja, fijn. Als iedereen een plekje, en Laurens ook een plekje, Manuel ook een plekje, of nog niet? Dan gaan we lekker beginnen. Een hartelijk welkom aan onze gasten. En zijn er ook gasten vanmorgen? Ik ben heel nieuwsgierig. Geen gasten vanmorgen? Ja, wel gasten. Hartelijk welkom. Superleuk dat jullie er zijn. Ook een hartelijk welkom aan de livestreamkijkers. En we gaan beginnen met de eerste mededelingen. Strakjes aan het eind van de mededeling na het bidden, dan gaan de kinderen van groep 3 tot 8 naar een eigen dienst op de Jan Gijskade. Maar dat is straks. We beginnen eerst met de mededeling. En Rebecca, die begint met de eerste mededeling. Over krachtige kinderen. Komt Rebecca ook naar voren? Of gaan we beginnen met het filmpje? Oh, ze is thuis. Dan beginnen we met het filmpje. Daar is Rebecca. Jongens, rustig. Leef je niet voetballen in huis. Hé, nu mijn kamer allemaal. Nee, niet zo schreeuwen. Nee. Oh, loopt hij al? Ja. Deze maand bij Kingdom Builders. 3 dinsdagavonden over krachtige kinderen. Ik deel vanuit mijn ervaring als zendingskind en opgegroeid in een christelijk gezin. Ik heb ook als jeugdleider gewerkt en ik werk tegenwoordig als docent in het mbo met pubers. We kijken naar verschillende thema's, zoals de verschillende fases in ontwikkeling van 0 tot volwassenheid bij jongens en bij meiden. Kijk ook naar de liefdestalen van kinderen en geestelijke principes. Kom naar deze interactieve avonden. Ben je zo'n vader of moeder, oom, tante, opa, oma? Geef je gewoon om de komende generatie of werk je met jongeren? Je bent van harte welkom. Halleluja. En heel hartelijk welkom. Volgens mij staat er ook meer in de week info over. Dus als je meer informatie wilt, dan kijk daar ook vooral. En wat daar ook in staat, in de week info, staat een mededeling over de Week van Gebed. En de Week van Gebed, het is een internationale week. En in Nederland worden er op veel plekken wordt er deze Week van Gebed gebeden. Die begint op 20 januari. 20 januari, daar is een... kijk. Shit. Dan beginnen we met een interkerkelijke gebedsavond. En daar hebben we heel veel zin in. Afgelopen jaren was het ook heel bijzonder om bij elkaar te zijn. Van een heel bijzondere tijd. Vorig jaar gingen we in blokken bidden, maar echt geleid door de Heilige Geest. Dus het was heel erg leuk om dat interkerkelijk te doen. En dit jaar gaan we dat ook doen. We hebben een thema gekozen. Dat is Gods hart voor de stad. En ik wil jullie daar allemaal voor uitnodigen. Hij is in de Fonteinkerk. En van 7 tot 9 uur. En we gaan daar lekker bidden met elkaar. En ook met de voorgangers die daar zijn. We gaan ze echt zegenen. Wordt echt een hele toffe avond. Dus ik wil iedereen daar ook voor uitnodigen. En we gaan dan opnieuw kijken wat de Heilige Geest gaat zeggen die avond. Dus niet van lijstjes. Ja, dat vind ik dan altijd heel leuk. Maar we kijken naar, we gaan het horen van de Heilige Geest. In die week dan wordt er ook gebeden in Beverwijk. Onze eigen Fire Group, gebedsgroep. Die gaat op woensdag de 23e bidden. Daar is iedereen ook welkom van 8 tot 10. Op maandag dan hebben wij het profetisch voorbedenteam. Maar deze avond is vrij voor iedereen om in te stromen. Om mee te bidden. Om Gods hart uit te bidden voor de stad. Dus dat is echt superleuk. Als je daar zin in hebt. Als je een keer wil aansluiten bij het gebedsteam wat al heel lang samenkomt. Dan kan dat op maandag 21 januari van 8 tot 10. En dan, dus kom gewoon. Dat is gewoon hier in Shelter. Nou, dan gaan we lekker beginnen. En ik had voor deze dienst op mijn hart 1 zinnetje. En die staat in Hebreeën 4 vers 16. Die raakte me echt deze week. Ik dacht, dat is het wat we deze ochtend willen doen. In Hebreeën 4 vers 16 staat... Komt, laten wij vrijmoedig gaan naar de troon van genade. En dat raakte me zo. Ik dacht, dat is wat we willen toch? We willen naar de troon van genade. En... Nou, de context is dat in die tekst gaat het over Jezus, de hoogpriester, die meevoelt met alles in ons, van ons, met al onze zwakheden. En, maar ik was aan het nadenken hierover.
Wat of waar is die troon? Nou, in de grondtekst staat, het is de plaats, de troon, waar de koninklijke kracht is. Waar Jezus zetelt. Waar de rechtbank, dat is ook de troon van genade, dat is ook de plaats van de rechtbank. En ik moest denken aan, hoe ontmoet ik God zelf? Hoe ontmoet ik de troon zelf, weet je wel? Hoe ga ik naar de troon van genade? En als ik 's ochtends in de auto zit te bidden en ik ga naar mijn werk en Jezus zit naast me op de andere stoel, dan ontmoet ik hem. En dat is al de troon, weet je wel? Dan ontmoet ik hem al in de troonzaal. Maar als ik hier zo meteen, als ze gaan aanbidden en ik doe mijn ogen dicht en ik kijk naar Jezus, dan ontmoet ik hem ook in de troonzaal. En dat is voor iedereen. Als jij strakjes lekker aan het aanbidden bent, God aan het grootmaken bent, dan ontmoet je hem bij de troon. In zijn tegenwoordigheid. We hebben allemaal Jezus nodig. Misschien ken je hem niet zo goed. Misschien wil je hem ontmoeten vanmorgen, maar weet je niet zo goed hoe. Maar misschien heb je hem ook wel nodig als rechter in jouw situatie. Heb je een uitspraak van hem nodig? En dat kan deze ochtend als we onze ogen dicht doen en hem groot maken. Kijk naar zijn ogen en luister naar zijn hart, want hij spreekt deze morgen. Het is de plaats van acceptatie. Je mag komen zoals je bent. Het is de plaats van joy, van vreugde, van blijdschap en van liefde van hem voor ons. Dus laten we gaan staan. We gaan lekker bidden. Ik zeg alweer lekker. Ik zeg het heel veel deze ochtend. Maar goed, we gaan lekker bidden. Halleluja. Heer Jezus, dank u wel dat u onze God bent. Heer, dank u wel dat we in de troonzaal mogen zijn. Dat we in uw nabijheid mogen zijn. Heer Jezus, als wij aanbidden, dan bent u bent hier. En wij ontmoeten u, Heer, bij de troon van genade. Dank u wel, Heer, dat we een ontmoeting zullen hebben met u. En dat u zal spreken, Heer Jezus. Dank u wel dat u ons accepteert, hoe we ook zijn. Dat we gewoon welkom zijn met alles wat we meenemen. Heer, u houdt van ons. Heer, en er is joy, er is blijdschap vandaag bij de troon. Heer, en daar strekken we ons naar uit, Heer. Dat het een feest zal zijn deze morgen om u te ontmoeten. Heer, wilt u spreken? Ik bid dat we heel hard, ja, duidelijk uw stem verstaan. Voor waar we uw stem ook voor nodig hebben, Heer Jezus. U bent welkom. Strek ons daar u uit. Amen. Zwartste nacht, er is een ding dat ik u vraag. O Heer, regeer in mij vandaag, regeer in mij met al uw kracht. In mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht, er is een ding dat ik u vraag.
Vader, dat is ons verlangen, Heer. Heer, dat u inderdaad over ons regeert, Heer. Heer, dat u inderdaad tot ons spreekt en ons leidt. Heer, dat u bent een goede God, Heer. Heer, heeft het goede met ons voor, Vader. Heer, we willen u zien, Jezus. I will.
Stilte.
bring it all to peace. The storm surrounding me, let it break. At your name, still call the sea to still, the rage in me to still every wave. At your name, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, breathe, call these bones to live. All these lungs to sing once again. I will praise Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. You silence fear. Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Thank you.
is dat je dingen af mag schudden. Lasten die je draagt op je schouders, die je helemaal niet hoeft te dragen. Want Koning Jezus heeft alles volbracht, alles gedragen. Alle schuld, alle schaamte, alle angst. Wij hoeven dat allemaal niet meer te dragen. Schud het van je af. Misschien wel letterlijk dat je even je armen moet schudden en je rug moet bewegen. Als een profetische daad van ik laat het los, ik schud het af en het komt niet meer op mij. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Dank u. Overtuiging. Proclameer het. Ook al heb je nog geen doorbraak, zing het uit. Verwacht het. Verwacht het in zijn naam. Yes. Yes. Jesus, 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 Jesus.
ervaar dat er echt in de drum een profetische doorbraak zit. Dus ik wil gewoon echt jullie vragen om in vrijmoedigheid en durvend vrij te zetten de naam van Jezus over je leven. Ben niet bang. Shake it off. Come on. Yes. 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 Band. Fantastisch. Kunnen ze even een applaus geven? Wow. Wow. Weet je, ik kon hier uren in blijven zitten, dus ik denk, oh shoot, de tijd. Maar, in de hemel is geen tijd. Maar niets is onmogelijk met God. En het is echt de laatste maand weer een ding wat bij mij herhaalt. Als je door een situatie gaat waar je nog geen doorbraak in ziet, dat je echt de beloftes en de profetieën blijft herhalen over je leven. En dat is, wilt Jezus ook door je heen echt uitschreeuwen en roepen, ook met dit lied. Hij maakt de duisternis gewoon aan het shaken. En het is easy. Het is makkelijk voor hem, want hij heeft het al gedaan. Het is makkelijk. We hoeven alleen maar de juiste vraag te stellen. Oké, sorry, gaan we door, maar ik wil gewoon even vragen of je je handen wilt openen en gewoon het wilt ontvangen. En in Jezus' naam zeg ik meer Heer, meer Heer, meer Heer. Dat is het enige wat we willen en nodig hebben, Heer. Amen. Amen. Jullie mogen lekker gaan zitten. En dan roep ik mijn liefdallige man even naar voren. Ik ben niet getrouwd met Sanne, mocht je dat denken. Nee hoor, dat is niks. Ja, we gaan afscheid nemen van Orobosa. Als het goed is, is zij er. Ja, ah, ja. Ze komt even naar voren. Dag Orobosa. Ja, je gaat ons verlaten. Ja, klopt. Kun je er iets over vertellen? Ja, ik ga naar God Center in Leiden en stap in geloof, waar ik het met jou over heb gehad. En ik geloof dat het
ja, ik heb hier mijn veilige plaats en van gebroken tot herstel gekregen. En nu mag ik weer verder groeien. Ja. Ja, dus God Center, je nieuwe thuis. Geweldig, we gaan je uitzegenen. Zullen we gaan staan met elkaar? Dank u wel, Vader, voor Orobosa. Heer, dank u wel dat ze gewoon een deel, voor een tijd, heer, dat ze deel mocht zijn, Vader, heer, van dit huis. Dank u wel dat ze gegroeid is, dat ze dingen heeft ontdekt. Vader, dank u wel dat u gewoon met haar onderweg bent. Heer, en soms gaat het zo, dat we gewoon van station naar station gaan. Heer, gewoon in ons leven. En ik bid, Vader, heer, van gewoon op dit moment, dat Orobosa, dat ze als afscheid neemt van Shelter, dat ze gewoon een heel mooi thuis vindt hier in God Center in Leiden. Het is een mooie gemeente met mooi leiderschap. Heer, en we zetten haar vrij, Vader. Heer, dat ze daar helemaal tot bloei mag komen. En Orobosa, ik geloof ook echt dat de dingen die God in jou heeft gelegd, een stuk creativiteit, een stuk liefde. Ik zie gewoon heel veel liefde. Liefde voor kinderen. Liefde voor mensen om je heen. En je hebt een enorm groot hart. En ik bid dat grote hart, dat hart van liefde, dat het steeds meer vorm zal krijgen en uiting zal krijgen in deze nieuwe plek. En we zegen je van harte in de naam van Jezus. Amen. Yes, come on. Mededelingen. Weten jullie dat door mededelingen heen, dat er mensen kunnen genezen, mensen bevrijd kunnen worden? Amen. Op het moment dat er een engel kwam naar de herders toe en die bracht de aankondiging van Jezus in de mededeling. Hij is geboren. En zo kunnen er zoveel wonderen en tekenen gebeuren door mededelingen heen. Wie gelooft dat? Come on! Vorige week hebben we het al eventjes over gehad. Walfried introduceerde de oranje enveloppen. En de oranje enveloppen, daar zitten kaartjes in. Ik zal er eentje pakken. En er zit een prachtige kaart in die we gemaakt hebben. En in die envelop staat welkom in mijn kerk. En het doel is dat we mensen, vrienden, bekenden, collega's mee kunnen nemen en op een makkelijke manier kunnen uitnodigen om naar Shelter toe te komen. En op deze flyer staat een korte uitleg, maar het hele idee is dat je in die envelop, als je die door de bus doet, ook een profetisch woord erbij kan doen. Ik geloof dat iedereen hoort de stem van God. En het is geweldig om persoonlijk te vragen wat je aan iemand mag geven op het moment dat je die envelop door de bus heen doet, of persoonlijk geeft natuurlijk. Dus aan het eind van de dienst kan je die hiervoor halen of bij de informatiebalie. En nu de offergave. Hebben jullie de offer al klaarstaan? In Spreuken 11 vers 25 staat: degene die leven om anderen te zegenen, zullen een zegen zijn en zullen ook zelf gezegend worden. En degenen die hun leven volledig overgeven om te zegenen, zullen zoveel terug ontvangen, zullen overladen worden met de gunst van God. En dat is geweldig. En in zegenen, in financiële offerings, in een financiële offergave, dat is een mooi woord in het Nederlands, mooi offergave. In financiële offergave, daar zit vervolgens ook voor jezelf financiële doorbraak. Dus op het moment dat je een van de drie punten voor persoonlijke financiële doorbraak is om gewoon zelf veel te geven. Een van mijn persoonlijke core values is ook om zelf zo vrijgevig te zijn als mijn hemelse Vader. Hij geeft ons zoveel. Ik word zo gezegend door God. En in diezelfde zegen mag ik dat ook doorgeven aan anderen. En een voorbeeld is, we waren in Amerika en we leefden op dat moment voornamelijk op giften. En we hadden eigenlijk niet zoveel om rond te komen. We hadden het gevoel dat we, op dat moment moesten we zelf, moesten we geld betalen voor een reis die we moesten maken. En dat hadden we eigenlijk niet. Ons laatste geld, 150 euro, hebben we toen weggegeven aan iemand anders, omdat God tegen ons zei dat we dat weg moesten geven. Dus in geloof hebben we dat weggegeven. En dezelfde dag kregen wij sponsorgeld, 300 euro. Het werd verdubbeld. Hetgeen wat wij weggaven, wat we eigenlijk niet hadden, wat we nodig hadden voor boodschappen, kregen we vervolgens in het dubbele voor terug.
Dus wil u daarmee zegenen, ik wil jullie zegenen met financiële doorbraak in de naam van Jezus. Offergave mag rondgaan, de mandjes. Mand. En dan wil ik wel vrienden naar voren vragen om het woord te delen. Goedemorgen, als het goed is, doet hij het, check, ja, ik hoor iets, ja, goedemorgen. Kaartje, alles even neerleggen. Zo, hoe is het met u? Gaat goed? Bij mij gaat het goed. Nou, mooi. Ik heb denk ik een woord voor jou. Je zit naast André. Ja, check. Hi. Ik zag je net staan. En ik heb het idee dat... Nou moet je eigenlijk weten dat ik nooit zo heel erg ben van de profetieën voor een bepaald jaar. Maar ik heb het idee dat dit jaar, dat een jaar is voor jou dat je niet langer in de schaduw staat van iemand anders. En ik zag dat je gewoon een periode aan het dienen bent. Dat je dingen aan het doen bent voor anderen, om anderen succesvol te maken. Maar ik geloof inderdaad dat er een seizoen gaat komen dat God je eigenlijk uit die schaduw haalt. Niet dat het een betere plek is, maar het is een ander seizoen. En dat je zelf in de volle zon komt te staan, dat je kunt gaan groeien. En dat je inderdaad je eigen vrucht voort mag gaan brengen. Het is een ander seizoen en daar wil ik je mee zegenen. En ik geloof inderdaad dat het een woord van God is. En ik hoop aan het einde van het jaar voor je te horen of het zo was of niet. Dus heel veel zegen. Mooi. Zo, even een slok water. Oh, ja, dat ziet er ook niet uit. Nee, dankjewel. Kijk, dat is mijn liefdadige vrouw. Ja, ik ben een klein beetje zenuwachtig. En dat heeft te maken met het thema, het onderwerp. Dus ik ga een aantal dingen zeggen vandaag, die ook deze week in het nieuws zijn geweest. Ik ga er niet heel veel over vertellen, ik heb het natuurlijk over de Nashville-verklaring. Maar eigenlijk had ik deze preek al langer op mijn hart. Het was ik denk een maand of twee geleden. Ik was aan het wandelen en toen had ik het idee dat de Heilige Geest tegen me zei, ik wil dat je spreekt over, hoe noemde je het nou? In het Engels heb ik het opgeschreven, confident in disagreement. Oftewel, zekerheid in oneenigheid, zo heb ik het vertaald. Zekerheid in oneenigheid. En oneenigheid, dat hebben we allemaal wel eens, toch? Van tijd tot tijd dat we een soort discussie hebben, dat we soms wel een conflict hebben, dat we meningsverschillen hebben met anderen. Mensen die anders denken, mensen die een andere overtuiging hebben. En dat noem ik dan even oneenigheid. We hebben oneenigheid met elkaar. We komen dat op allerlei plekken komen we dat tegen. En ik denk afgelopen week, nou dat was een schoolvoorbeeld van oneenigheid. Dat er twee groepen waren, mensen die de Nashville-verklaring hadden getekend en mensen die er tegen waren. Even voor de duidelijkheid, die Nashville, nou daar kom ik straks wel op trouwens. Dat ga ik nu niet vertellen, dat komt zo. Ik denk dat heel herkenbaar is dat we allemaal wel eens van tijd tot tijd leven in oneenigheid met mensen om ons heen. En dat is er altijd al geweest en ik denk dat oneenigheid totdat Jezus terugkomt er ook altijd zal blijven. Waarom? Want we zijn allemaal mensen, we hebben allemaal een eigen wil, we hebben een eigen mening, we hebben onze eigen ideeën en we leven nou eenmaal met elkaar. Dus ons best doen om oneenigheid te voorkomen, nou, ik denk niet dat iets op gaat leveren. Want ik denk zelfs dat oneenigheid ook iets heel moois kan opleveren. Ik denk, als we de juiste houding weten aan te nemen in oneenigheid, denk ik dat het heel veel op kan leveren. Nou, en daar wil ik ook vanmorgen iets over delen. De sleutel is, hoe stel jij je op tegenover iemand waar je het echt compleet mee oneens bent? En dat is best, tenminste, ik vind dat best wel lastig. En misschien jij ook wel. De vraag is, zekerheid in oneenigheid. Maar de vraag is dan, waar ben je dan zeker van? Waar ben je zeker van? Ben je zeker van je gelijk? Als je in discussie met iemand bent, ben je dan zeker van je eigen geloofsovertuiging? Ben je dan zeker van datgene wat jij vindt dat het waar is? Ik denk als dat onze zekerheid is, als we het oneens zijn met elkaar, dat het altijd afstand creëert. En uiteindelijk creëert het ook altijd oordeel. Het creëert altijd verwijdering van elkaar. En het gebeurt constant om ons heen. Ik heb het wel eens meegemaakt dat iemand die ik al best lang ken, gewoon boos werd, omdat ik een andere mening had. Dus hij stelde me een vraag, een theologische vraag, en ik gaf daar mijn antwoord op.
En die persoon die werd gewoon boos. Ik zeg, waarom word je nou boos? En ik moet eerlijk zijn, ik ben ook wel eens boos geworden op iemand anders met een andere mening. Dus ik kan net zo goed mijn eigen verhaal vertellen. Dus, maar we worden soms wel eens boos als iemand anders een andere mening heeft. Op social media, het gebeurt constant. Constant. En het wordt steeds feller en het wordt steeds heftiger. Mensen branden elkaar helemaal af omdat iemand een andere mening heeft. In de kerk kunnen we er ook wat van. Als we twee mensen tegenover elkaar zetten met een andere mening, dan duurt het meestal niet zo heel erg lang. Of we noemen dat een valse leer. Of een valse profeet. Of nog erger, oh, die persoon heeft de geest van Isabel. Of de antichrist is het. Ja, echt waar, dat soort dingen worden geroepen. En het is niet bedacht. De afgelopen 3 jaar heb ik ze allemaal voorbij horen komen. Al die opmerkingen over anderen. Waarom? Omdat we het niet eens zijn met elkaar. We zijn zeker van onze overtuiging. We zijn zeker van onze eigen geloofswaarde, onze eigen geloofsovertuiging. En dat is onze zekerheid in oneenigheid. Maar ik geloof dat het ons niet veel ver gaat brengen. Toch? Waar ben je zeker van? Ik geloof dat hierachter zit, is een stuk angst. Wat stel je voor dat iedereen gaat denken zoals die andere persoon denkt? Nou, dan gaat het toch wel heel erg mis met de wereld. Er zit een stuk angst achter. Angst om te denken van, ja, we hadden laatst het voorbeeld gehad. Of ik hoorde laatst een verhaal van een vrouw, dat was niet hier in deze gemeente. Zij was gescheiden. En ze kwam in een gemeente en ze zegt, vanaf de een op andere moment werd ik gewoon compleet genegeerd. Compleet genegeerd, net alsof je er gewoon niet bent. En waarom? Er zit angst achter. Angst om, stel je voor dat iemand denkt dat ik het eens ben met deze vrouw als ik haar gewoon lief heb. Of wat dacht je van die man in Duitsland, die politicus, weet je wel? Die politicus, die man heeft uitspraken gedaan. Ik heb helemaal geen idee welke uitspraken, maar hij heeft een mening. En hij uit die mening. En die man die werd op straat in elkaar geslagen en is bijna doodgeslagen. Daar zit angst achter. Angst dat we, stel je voor dat heel Duitsland gaat denken zoals deze man. En het lijkt wel alsof we dat heel moeilijk vinden om daarmee om te gaan met meningsverschillen. Ik denk dat het ook anders kan. Wat nu? Als onze zekerheid niet is onze overtuiging van wat waar is, maar dat de zekerheid die we hebben, is dat wie we zijn in Christus. Dat we weten dat we zijn een zoon of een dochter. Dat we er zeker van zijn in liefde, dat we zeker zijn van rust, dat we zeker zijn van vrede. Dat we zeker zijn dat wat een ander ook denkt en wat de overtuiging van de ander ook is, of de keuzes van een ander ook is, dat God altijd tot zijn doel komt. Wat nou van een zekerheid dat ik weet van, hey, de mening van een ander, dat heeft nooit geen invloed op mij. Ik geloof dat een andere vorm van zekerheid is, een zekerheid van liefde die we mogen hebben, als we het oneens zijn met elkaar. In Johannes 1, vers 4, vers 18, er staat, er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde, die drijft de vrees uit. Ik geloof dat we mogen leren om zeker te zijn in liefde. Als we het oneens zijn met elkaar, dat we zeker mogen zijn in liefde. Waar hebben we liefde voor? Hebben we liefde voor onze geloofsovertuiging? Of hebben we liefde voor die persoon waar we het mee oneens zijn? Ik denk dat we het vaak wel meer liefde hebben voor waar we het mee eens zijn, dan voor die persoon die tegenover ons staat. Maar het is geen verlies als je de discussie verliest. Het is pas verlies als je je liefde verliest. En is dat zo? Geldt dat voor jou en mij? Is het verlies als je de discussie verliest, of is het verlies als je de liefde verliest voor die andere persoon? Kunnen we nog lief hebben, ook als we het oneens zijn met elkaar? En ik vraag het me echt af. Ik vraag me echt af of we niet in deze samenleving, in de maatschappij waarin we leven, of we dat niet zijn kwijtgeraakt. Kunnen we nog lief hebben, ook al zijn we het oneens met elkaar? Het lijkt wel, en dat is mijn eigen idee, maar het lijkt wel alsof we iemand lief hebben, iemand accepteren, gewoon iemand lief zijn voor iemand, dat hetzelfde is als het eens zijn met de besluiten en de meningen van die persoon. Maar dat staat echt los van elkaar. Het betekent niet dat als ik van iemand hou, als ik iemand lief heb, dat ik het gelijk ook eens ben met de keuzes en de beslissingen van die persoon. En we weten dat wel, maar als ik om me heen kijk, zie ik vaak het tegenovergestelde. Waarom werd deze vrouw in die kerk genegeerd? Omdat er angst achter zat. Want stel je voor dat iemand denkt dat ik het eens ben met haar als ik haar gewoon lief heb. Kunnen we mensen lief hebben,
waar we het compleet mee oneens zijn. Als je iemand lief hebt, dan betekent het niet dat je het compleet eens bent met de keuzes en de besluiten van een ander. Laten we eens even kijken wat Jezus in Matthäus 5 zegt. Dat is de bergrede. Een heel bekend stukje, de bergrede. Hij zegt, jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Maar ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Als Jezus al een opdracht geeft om je vijanden lief te hebben, hoeveel te meer moet je dan niet mensen lief hebben die gewoon alleen maar een andere mening hebben. Een andere keuze hebben gemaakt. Kun jij lief hebben? Kun je van harte iemand lief hebben? En ik hoop, nou denk er eens over na. Kun jij mensen lief hebben waar je het compleet mee oneens bent? En zeg niet te snel ja. Want ik kan je wel een voorbeeld geven. Stel je voor dat hier op zondagochtend een veroordeelde pedoseksueel binnen zou komen. Kun je hem lief hebben? Of ben je bang voor de mening van een ander? Dat hij denkt van, hè? Hoe kun je hem nou lief hebben? Kun je zijn gedrag goed? Dat zijn twee verschillende dingen. Stel je voor dat hier in de gemeente, dat er gewoon iemand die zegt van, hé, ik kom uit de kast. Dat een vrouw zegt, ik heb gevoelens voor vrouwen. Of een man zegt, ik heb gevoelens voor mannen. Kunnen wij hem lief hebben? Kunnen wij die persoon van harte lief hebben? Stel je voor dat je iemand tegenkomt. En je kent hem al heel lang als Karel. Even geen voorbeeld hoor. Toevallig hebben we ook een Karel in de gemeente, maar even los daarvan. Maar je kent hem al heel lang als Karel. En deze persoon die wil koffie met je drinken, zegt, joh, ik wil eigenlijk, hij heeft een jurk aan, en hij wil eigenlijk dat je hem geen Karel meer noemt, maar Carla. Dat is ingewikkeld. Dat is ingewikkeld, toch? Maar wat is dan, waar hebben we dan meer liefde voor? Hebben we er meer liefde voor onze overtuiging dat jij zeker weet dat die persoon geboren is als Karel? Of is mijn liefde voor die persoon groter dan mijn overtuiging? En misschien denk je, nou, dat is al heel ver gezocht, dit soort voorbeelden. Maar het is echt onzin. Als je dat gelooft, dan leef je, denk ik, in een andere tijd. Maar het zou zomaar vandaag kunnen gebeuren dat deze man of deze vrouw voor jou komt te staan. En dus met de vraag, hoe gaan we hier dan mee om? Wat is jouw reactie? Wat is mijn reactie? Kunnen wij lief hebben? Kunnen wij, ook al zijn we het zo radicaal oneens met elkaar, dat die andere keuzes maakt die ik denk, hoe kun je die keuzes nou maken? Ik snap je niet, ik begrijp je niet, ik denk echt dat je geen gelijk hebt, maar kunnen we iemand lief hebben, ook al zijn we het compleet oneens met de ander? Ik denk dat als wij deze stad willen bereiken, dat we hier heel erg goed in moeten worden. Ik moet ook iets anders zeggen. Jullie hebben vast denk ik allemaal dingen wel gelezen over de Nashville-verklaring. Even voor de duidelijkheid, was een verklaring. 250 kerkleiders of christenen die hebben die verklaring getekend. En het was een verklaring